alle schorpioenen, welkom bij jullie horoscoop, de maandelijkse horoscoop voor het teken schorpioen voor de maand augustus 2013. Wat gebeurt er tijdens de maand augustus? Iets bijzonders, namelijk twee planeten die niet zo vaak contact maken met elkaar, dat is Jupiter en Pluto. Jupiter, de planeet van expansie, de planeet van opportuniteiten, maakt een oppositie met Pluto, de planeet van transformatie. Maar als twee planeten een oppositie maken, is er altijd een spanningsveld. Dus Pluto, vooral omdat het te maken heeft met transformatie, in het algemeen voor iedereen, heeft het te maken met eerst door een moeilijke periode gaan of door de angst heen te gaan. En daar angsten, daar weten schorpioenen alles van, omdat schorpioen het teken is die, niet tegenstaande grote angsten te voelen, er toch doorheen gaan. Dat is iets heel plutonisch. En dit speelt zich ook af gedurende de ganse maand augustus voor iedereen. Door iets gaan, iets beleven, door een crisis gaan, om dan, of het nu een kleine crisis of een grote is, om dan veel sterker daaruit te komen. En op welk vlak, want dat is voor iedereen, op welk vlak speelt zich dat nu af voor schorpioenen? Wel op het negende huisvlak. En wat is het negende huis? Het negende huis heeft te maken met het intellect, met het hogere intellect, met connecties met het buitenland. Dus een goede periode om te reizen nu, als je kan. Een goede periode om te reizen en waarschijnlijk ga je daar een soort van transformatie doormaken. Dat is één. Het tweede is de mogelijkheid om bepaalde boeken te lezen die te maken hebben met het metafysische, met het filosofische. En dat transformeert jouw ganse persoon. Dus een heel schorpioen maand, de maand augustus. Profiteer ervan, jullie schorpioenen. Ik wens jullie het allerbeste en tot volgende maand. Dag!